inderdaad. 80% van alle mensen moet thuis gereanimeerd worden. Hallo meneer, gaat alles goed met u? Jongens, blijf hier. Ik heb jullie hulp zo meteen nodig. 7, 8, 9. Niemand de patiënt aanraken. Iedereen aan de kant. Mevrouw aan de kant. Iemand specifiek, dus zeg jij met de rode trui. Kom hier, ik heb je opzoek nodig. Gaat alles goed met u? Help! Je moet je vingers in elkaar strengen. Heel goed. Kun je dat 15 minuten volhouden, denk je? Maar ik heb hier nu de ID staan. Schoktoedienen. Nou, zwaai. Ja, dat is helemaal. Als ik het op straat zou meemaken, zou ik wel schrikken. Ik heb er wel vaker van gehoord en ik heb ook op internet een paar sites gezien waarvan het wordt uitgelegd. Maar ik heb er nog nooit mee geoefend en nu krijg ik wel de kans om ermee te oefenen. Nou, ik had het niet zo erg verwacht, maar op zich viel het wel mee. Als je begint op de scholen, dan zijn ze een beetje terughoudend. Maar ja, gaandeweg, zeker als ze dus erachter komen hoe makkelijk het eigenlijk is, hoe simpel het stappenplan is, ja, dan is het fantastisch. Dan zie je ze helemaal meedoen en worden ze enthousiast.